iedereen. Wij zijn heel blij om jullie hier te mogen verwelkomen op onze site hier in Bemmel. Het traject met tegengroep startte ondertussen ruim een jaar geleden. En ik denk dat ik niet enkel het eigen naam spreek als ik zeg dat het intussen een heel intens en uitdagend jaar is geweest. Ja. Tegengroep startte een jaar geleden met zijn zoektocht naar een nieuwe locatie voor de consolidaties van hun operaties. En we zijn uiteindelijk hier terechtgekomen. Nu met de start van de bouwwerkzaamheden zijn we dan ook heel blij dat we even tijd kunnen nemen om dit project officieel van start te verklaren. En willen we ook van de gelegenheid gebruik maken om onze partners te bedanken. Eerst en vooral willen we Tegelgroep bedanken voor het vertrouwen in Goodman als een lange termijnspartner voor hun project. En daarnaast willen we ook de gemeente Lingewaard bedanken voor een medewerking in het proces, een flexibiliteit. Waarmee ze toch ook een grote bijdrage hebben geleverd aan de uiteindelijke realisatie van het project. Tot slot willen we ook VDR succes wensen met de uitvoering van het project en alvast een voorspoedige oplevering toewensen. Ik geef nu het woord aan mevrouw Wittjes. Nou, ik heb een kort spreekbriefje gemaakt. Dankjewel, Lien. Ik kan natuurlijk nooit mensen vergeten. Hè? Ook welkom allemaal hier in het mooie Lingewaard, hier in Bemmel, op Pannenhuis 2. Speciaal welkom natuurlijk voor jullie twee, Goodman en de Tegengroep. Heel fijn dat jullie Lingewaard hebben uitgekozen om hier naartoe te komen en je hier te vestigen. Daar zijn we heel trots op dat we zo'n groot bedrijf hier in Lingewaard halen. Ook zo'n hele mooie partij als Tegengroep. Nou, een jaar geleden ongeveer, Lien, hè, toen hadden wij elkaar nog niet ontmoet, maar de ambtenaren wel. We hadden al contact gehad met Goodman. Toen zijn de gesprekken hier begonnen en met de directie. En wat ik terughoor, dat was dat gesprekken in ieder geval pittig waren. Intensief, leerzaam, maar vooral ook heel oprecht en duidelijk. En dat is ook wel heel belangrijk. Hè? En dat we eruit zijn gekomen, dat is natuurlijk heel belangrijk. En dat ligt ook aan jullie. Jullie waren ook echt heel conscientieus overal in. Maar het ligt denk ik ook aan onze ambtenaren. En ik sta hier wel namens de gemeente. Maar eigenlijk zijn drie mannen daar veel drukker mee geweest. En dat is Gijs Renkens, Leon Steenbergen. En Etienne Vermeulen. Dus voor hen denk ik ook dank, mannen. Ook dankzij jullie is dit gerealiseerd. En vooral door de flexibiliteit en opstelling die ze hadden gehad. Hè. Dat heb ik wel begrepen van jou, Lien. Mooi. Nou, bij de Tegengroep zijn we natuurlijk ontzettend blij mee, Frank. Want we zijn ook bij jou kijken geweest. En toen ik daar was, toen viel me een aantal dingen op. Namelijk dat jullie kwaliteit heel hoog in het vaandel hebben. Klantgerichtheid vind ik ook heel belangrijk. Efficiency. Want jullie willen echt hier alles bij elkaar zetten. Ja. En wat ook ontzettend mooi is, de kwaliteit van jullie tegels. En ook de duurzaamheid, de duurzaamheidsopgave die jullie hebben. Wat ook bij Goodman, dat moeten jullie erbij aanspreken, denk ik. Hè? De duurzaamheidsopgave die wij ook hebben, hoog in het vaandel. En toen ik rondliep bij jullie, liep ik samen met Etienne, hè, dat was een paar maanden geleden. Toen dacht ik, wauw, wat hebben jullie toch mooie tegels. Ja, en we denken allemaal, ik kom niet uit de bouw. Hè. Het zijn gewoon allemaal tegels, maar die tegels leken net pakketvloer. Het was werkelijk prachtig. Dus ja, mannen, als je een nieuwe vloer nodig hebben, neem je vrouw gewoon daarmee naartoe. Ze zijn vast en zeker verkocht. Ja. Dat weet ik zeker. Ja. Het is echt ontzettend mooi. Dankjewel. Maar dat weet jij ook. Dat weten wij. Ja, ja, ja. Goed, tot slot wil ik jullie ook bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Dat we dit samen voor elkaar hebben gekregen. Dit zijn bijna de laatste percelen op dit pannenhuis. Er is nog één perceel vrij en dat is daar. Voor de rest is alles verkocht nu. En aan de overkant hebben we ook nog wat percelen vrij. Dus grote partijen kunnen nog hier komen in Bemmel en Lingewaard. En we hopen dat het net zulke partijen zullen zijn als jullie. En om jullie een beetje te kunnen laten genieten van Lingewaard, hebben wij dadelijk voor jullie een mooi flesje Lingewaardse wijn. Dus okay. Als jullie straks thuis komen met vrouw of partner. En dan als je kijkt van nou, een toast op Lingewaard. En hopelijk hebben jullie een hele mooie tijd. Met in ieder geval een hele voorspoedige bouw. Straks een voorspoedige oplevering. Maar vooral ook een hele goede verhuizing aan het eind van het jaar. Want ik hoorde dat de planning heel strak was. Ja, die is heel strak. Ja, en nog eens, volgens mij. Bedankt. En heel veel plezier hier in Lingewaard. Oké, dankjewel. Goed, ja, dankjewel dat ik ook even een woordje mag doen. Ja, wij als Tegelgroep Nederland zijn natuurlijk heel erg blij dat we hier uiteindelijk mogen vestigen samen met jullie.
We zijn eigenlijk in 2008 waren we al met bouwplannen bezig. Mm-hmm. Dat is door de bouwcrisis allemaal wat uitgesteld. Het heeft bijna 10, 11 jaar geduurd voordat we eindelijk zover zijn dat we ons logistieke probleem op kunnen lossen samen met jullie. We zijn er ontzettend erg aan toe aan het magazijn. Mm-hmm. Je bent in het magazijn niet geweest, nee. Jij ook niet. Maar ja, het is echt met tenten proberen we het op dit moment allemaal droog te houden. Het is echt eigenlijk 11:55 voor ons. En we kunnen op deze plek straks weer alles op een nette manier kwijt. En we kunnen ook weer gaan groeien. En dat is ook waar we naartoe willen. We zijn blij met Bemmel. Vooral omdat er op een hele positieve manier eigenlijk door jullie in dat verhaal ingestoken wordt. We zijn ook blij met Goodman. Omdat Goodman gebleken is, en dan heb ik het vooral over Jeroen, waar we natuurlijk het meest mee te maken hebben gehad. Op een hele open manier en op een hele gezellige manier eigenlijk ook wel. En soms ook op een hele harde manier met ons toch de gesprekken aan is gegaan. En wij hebben het gevoel dat er ook op een hele eerlijke manier met jullie gepraat kan worden. We zijn natuurlijk ook blij met dit moment, omdat dit moment eigenlijk toch wel symboliseert dat we eindelijk begonnen zijn. We zijn er al in de grond zitten. Dit worden de laadkuilen, neem ik aan. Of ze gaan de kabels trekken, maar dan worden het wel hele grote kabels. Maar ik ben blij dat er eindelijk fysiek dingetjes aan het gebeuren zijn, waardoor we ook het gevoel krijgen en ook het gevoel aan onze mensen kunnen gaan geven. Dat zij uit hun huidige, zeg maar, te krappe positie uiteindelijk gewoon op onze nieuwe, hele mooie locatie terecht gaan komen. Ik kan me voorstellen. Dus iedereen, bedankt. Of zijn het vaak heren die iets uitzoeken? Degene die iets te vertellen hebben over wat het wordt? Ja, dat zijn de dames, hè? Dat dacht ik al. Je hebt dus een zin. Je kunt ook proberen met drie naast elkaar. Misschien is dat voor de foto, voor de camera van Arcadius Keuker. Thanks for watching. Please like and share the video in social networks, and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like.